Tjeerd Jeersma, hij komt uit Hogeveen, is 18 jaar oud, komt uit in de klasse onder 66 kilogram en judoet hier in het wit tegen Koenar Kops uit het district Noord-Holland. De partij gaat om het brons, want Tjeersma verloor in de halve finale met een jugo van ploeggenoot Leon van der Wal. Hier zijn coach Edwin Steringa, want Tjeersma komt uit voor sportschool Steringa uit Drachten. De partij gaat in de beginfase gelijk op, maar dan wordt Kops bestraft 2 keer vanwege passiviteit en dat levert Tjeersma een jugo op. Dus wat dat betreft een klein voordeel voor de Hogevener. Hier ook weer de pakking die men steeds maar aan het zoeken is om daar voordeel uit te halen. Kops moet natuurlijk wat initiatief tonen, doet dat nu ook. Maar scoort hij dan ook inderdaad met een jugo. We zien dan een gelijke stand. 2 keer een strafpunt voor beide, beide ook een jugo. En dat betekent onbeslist 4 minuten en dan krijgen we een golden score van 2 minuten. Betekent bij elke score die er gemaakt wordt, dat dan de partij wordt beslist. Op de rug Kops. We zien hem hier bewust teruglopen buiten de mat. Scheidsrechter zegt Matte. Overleg bij de arbitrage, want het bewust teruglopen van de mat zou een strafpunt kunnen opleveren. Dat gebeurt niet, dus nog steeds die partij op gelijke hoogte. Nu, ja, een wazari van Kops. En dat betekent het einde voor Tjeerd Jeersma. Vorig jaar nog 2e en nu niet verder dan een 5e plaats. Ja, hij gaat toch heen dat je kampioen kan worden, vooral na die 2e pot. En vorig jaar was ik hier 2e. En dat was, nu is eigenlijk de nummer 1 was er uit. Dus nou, zou ik in principe, ja, ga je, ja, hoop je toch op die eerste plek. Nou, en als je dan de 3e plek nog eens had, dan is het wel een teleurstelling. Hè. Larissa ten Bult uit Elim, judoot hier in het wit in de klasse onder 78 kilogram in de 2e partij tegen Journey Keyback van het district Limburg. De eerste voorronde verloor ten Bult op Ippon van G.C. Steenhuis van het district Midden-Nederland. Dus om verder te komen in het toernooi zal zij nu moeten winnen. Coach op dit moment is Natasja Meijer. Inmiddels na de geboorte van haar 2e kind weer begonnen met judoën. Maar nu dus de begeleidster van Larissa ten Bulte. Ten Bulte dus nogmaals, ze moet deze partij winnen. Moet dus ook initiatief nemen. Ja, en dit is een verkeerd initiatief. Want we zagen heel even dat ten Bulte haar tegenstandster bij de broek pakte. En dat is een nieuwe spelregel. Dat mag niet meer. Hier dan ook overleg bij de arbitrage. Ten Bulte wordt dan ook inderdaad bestraft. Dat zien we rechts onderaan. 2 strafpunten al. En dat betekent dus ook 2 jugo's op dit moment in het voordeel van Keyback. We zitten al in de slotfase van de partij. 5-4 seconden nog te gaan. En dat zou dus inhouden een hopeloze situatie op dit moment voor Ten Bulte. Want zij zal nog in die 4 seconden een vol punt moeten scoren om verder te komen. En dat zit er natuurlijk niet meer in. En dat betekent over en uit voor Ten Bulte, die een slechte voorbereiding heeft gehad voor dit kampioenschap. Nou, ik blijf gewoon op dinsdag trainen en de rest werk ik. Maandag en zaterdag naar school. Dus ik werk 32 uur in de week en mijn judo en werken samen helaas niet te combineren. Dus op topniveau zien we jou niet meer terug? Helaas niet, nee. Wat ik graag wil nog en wat ik graag hard wil trainen, maar dat lukt mij gewoon niet meer. En je moet een keuze maken, hè? Werk en judo. Ik heb mijn keuze op werk gemaakt. Van judo word je niet rijk, hè? Dit is Denise Nortan. In het blauw, komt uit Assen, 16 jaar oud. Komt uit in de klasse beneden 52 kilogram. En judo de finale tegen Floor Stoop uit het district Zuid-Holland. Inzet van Stoop, maar de overname is van Nortan. En dat betekent het eerste punt voor Nortan Wazari, voor de Assense. Ze deed het ook al voortreffelijk in de voorronden. 2 keer slechts 20 seconden had ze tijd nodig om de tegenstanders op de mat te leggen. En nu dus in deze finale ook een voorsprong voor de Assense. Dan weer de inzet van Stoop. Maar opnieuw ook weer het initiatief nu aan Nortan. Probeert Stoop over haar heen te tillen. Dat lukt niet. Matte. 40 seconden gejudood. Wazari voorsprong voor Nortan.
Weer het initiatief van de Limburgse, maar weer opnieuw de overname van Nortan. Twee keer in Wazari, Ippon, de overwinning voor Nortan. 16 jaar oud nogmaals, een groot talent. Eerste voorronde, 20 seconden op Julian Tanking. Tweede voorronde, 20 seconden op Emma Schepers. En dan nu weer, in de finale, 50 seconden. Voortreffelijk gedaan. Alleen de halve finale, daar had ze 4 minuten voor nodig. Nogmaals hier Nortan, in de handen van haar coach. Prachtige sportvrouw uit Assen. Goud voor dit bijzonder jonge talent. Ja, ik was vanaf het begin wel al meteen heel hard. Maar ja, mijn ouders zeiden ook al, we zien wel wat er van komt. En ik ben eerste jaar mid 20 en ik had echt niet verwacht. Dus, en dan win je. En dan uiteindelijk finale tegen een concurrent. Ik had al een keer eerder van haar verloren, dus ik moest extra scherp zijn. En het ging gewoon zo goed in één keer. En toen werd ik eerste. Ik kon niet geloven, tranen kwamen ervan. Maar ja, echt zo mooi, ik ben zo blij. Dus ook de eerste keer dat ik Nederlands kampioen ben. Dus